We zijn hier bij de Moeraseik. Dit is een appartementencomplex voor ouderen. En we zijn hier namens Helmond Marketing. Mijn naam is Karin Loeven en we verzorgen hier samen met Strekenhuis in Helmond een heerlijke barbecue. Waarom een barbecue? Nou, we hebben namens Helmond Marketing zetten wij altijd een kerstwensboom midden op de markt in Helmond. Waar mensen een speciale wens mogen achterlaten voor een ander. Wij kiezen dan een hele bijzondere wens uit. Een wens waar je echt het verschil maakt bij anderen. Om mensen te kunnen laten zien dat ze gewaardeerd worden. We kregen van Anoushka, die hier werkt, een wens binnen om een lekkere barbecue te verzorgen. Een echte feestmiddag en avond voor bewoners en zorgmedewerkers. Nou, die moesten we natuurlijk in vervulling laten gaan. Nou, Anoushka, jij hebt de wens ingediend. Vertel eens, waarom heb je deze wens ingevuld? Net als iedereen hebben we een moeilijke tijd achter de rug, hè, heel Nederland. Maar vooral in een zorginstelling, met de eerste golf was erg zwaar. Voor zowel bewoners als personeel. En ik vond het tijd nu het mag weer een keer echt tijd met elkaar te hebben. En niet alleen maar zorgtijd. Ja, want je hebt ook gekozen voor een barbecue, voor bewoners en collega's samen. Ja. Waarom had je daarvoor gekozen? Ja, wat ik al zeg, tijd met elkaar en voor elkaar. Het is hier sowieso best wel een echt club qua bewoners en personeel. En dit is gewoon mooi dat we een keer niet bezig zijn met ons werk, maar ja, er langs kunnen gaan zitten, een hapje, een drankje en genieten. Heel gemoedelijk is het hier. Het is hier echt, fijne locatie. Ja, mensen wonen wel zelfstandig, maar toch heel verbonden met elkaar, met de buren, met het personeel en andersom ook. Hè. Het is niet alleen dat wij ons druk maken om de bewoners, maar de bewoners net zo goed om het personeel. Dus heerlijk. Hoe was dat eigenlijk toen je te horen kreeg dat jouw wens uitgekozen was, dat die in vervulling ging? Ja, geweldig. Ik kreeg een mailtje en dat was toevallig het moment dat ik mijn spullen moest inleveren voor nieuwe devices. En dat mailtje ging, dus ja, ik kon niet anders dan, wow, dus ik dacht, hoezo, waar? Alles stil en dat was heel leuk. Het was jammer dat ik niet bij mijn eigen collega's was, maar allemaal mensen die ik niet kon, maar het was echt heel leuk, had ik niet verwacht.